mensen, wat ontzettend leuk dat je ook deze week weer kijkt naar het shotje van de week. Wat voor lekkers gaan we deze week maken? Deze week maken wij zure bosbessen. En wat hebben wij daarvoor nodig voor de zure bosbessen? We hebben daarvoor nodig de Sours Red Berry. En we hebben daarvoor nodig de boswandeling. Nou, de zure bessen, die kennen we allemaal wel. Die hangen altijd van die trosjes aan de bomen. En die proef je dan en dan ga je helemaal een beetje zo kijken. Nou, die smaak gaan we nu vangen in het shotje van de week. Nou, we beginnen met de sours in het glas te doen. En de sours mag je vullen met 3/4 van het shotglas. En dan het allerlaatste laagje vul je af met de boswandeling. En het leukste vind ik altijd met de boswandeling, omdat het een cremige drank is. Dat het als een soort bolletje eroverheen gaat. En dat zie je ook als je goed kijkt, dat het als een bolletje over de Sours Red Berry heen gaat zitten. En dan heb je een heerlijk shotje van de week. Zit je te kijken en je denkt, Maarten, ik weet ook een lekker shotje. Gewoon al je shotjes hier onder de commentaren achterlaten. De lekkerste ga ik namelijk maken. En er is misschien jouw shotje volgende week ook wel het shotje van de week. En mocht je deze nou net zo lekker vinden als ik, zou ik zeggen, duimpje omhoog en proost. Hoi. Een shotje hier, een shotje daar. Het is nu tijd voor shotjes.